in het boek Het Licht en de Korenmaat van Hans Wolferijs schrijft Jaap Vocht in 2009 al: turbulentie is een vreemd aritmisch verschijnsel dat alle overgangsperioden, zowel op individueel als op collectief niveau, kenmerkt. En later zegt hij: onze westerse samenleving is thans een collectieve burn-out terechtgekomen. En net als bij een individuele burn-out zal het herstel nog jaren vergen. Dat we in een heftige periode zitten, is helder voor iedereen. Wat minder helder is, is dat we onszelf daarin tegenkomen. Hij schrijft hier ook in, angst is een slechte raadgever. En wat je om je heen kunt zien, is dat er heel verschillende emoties bij mensen opkomen. Angst is daar één van, maar boosheid zien we ook heel veel. Boosheid is een vrij oppervlakkige emotie waar heel vaak andere lagen onder zitten. En die andere lagen, daar zijn we ons niet altijd bewust van. Dat lukt ook niet altijd. Maar ik nodig daar wel graag toe uit vanuit het zelfkennislab om te kijken wat er in jou speelt. Want wat vertelt boosheid? Misschien herken je boosheid over corona. Misschien herken je boosheid over onze politieke partijen, onze ministeries, onze raadgevers op dit moment, de RIVM, noem het maar op. Of misschien ben je boos over de maatregelen. Misschien ben je boos over dat je wat is afgenomen, dat je je vrijheid beperkt. En nu zijn er mensen die durven observeren in zichzelf wat er onder die boosheid ligt. En dan zie je dat mensen bij angst komen, bij verdriet, bij pijn, ook bij schaamte. Schaamte bijvoorbeeld als je niet je werk uit kunt oefenen en als je niet actief en productief kunt zijn in deze maatschappij op dit moment. Kijk, verdriet is logischer voor ons. Grappig, hè? Dat een emotie, dat dat ook een zekere logica heeft. Verdriet is in deze tijd logisch, omdat je de emotionele reacties van mensen roepen in de ander ook van alles op. Mensen begrijpen elkaar minder goed als in andere tijden. En dat kan heel emotioneel gevoelig liggen. En angst, noem ik al even, kan ook onder boosheid liggen. Angst is ook logisch, is ook in die zin helder dat je kunt begrijpen dat we bang zijn voor dit coronavirus. Dat we bang zijn voor wat er in de wereld gebeurt rondom dit virus. En wat de verschillende landen doen en hoe die landen invloed hebben op ons Nederland. En mijn uitnodiging aan jou is om bij die emotie stil te staan. In het hier en nu. Op het moment dat je boosheid voelt, is te gaan zitten, je lijf te voelen en aanwezig blijven in je lijf. Met je zintuigen observeren, wat is hier nu gaande? En op het moment dat je dat doet, daar de tijd en ruimte voor neemt, tijd en ruimte voor jezelf neemt, dan ontdek je laag na laag na laag andere emoties. En dat geeft inzicht. Inzicht in jezelf. Wat de communicatie met anderen eenvoudiger en waardevoller maakt. Dus op het moment dat je die boosheid onderzoekt, zonder daar een waardeoordeel over te vellen, kom je misschien angst tegen. Kom je misschien verdriet en pijn tegen. Kom je misschien schuld en schaamte tegen. En ook daarbij, bij die laag kun je stilstaan, tijd nemen voor jezelf. Je emoties hebben aandacht nodig. En ik als aandachttrainer nodig je daar graag toe uit. Met aandacht bij die emoties stil te staan. Zodat je
die emotie een plek geeft en zodat die emotie jou los kan laten. Want ik zeg altijd in trainingen, anders blijft een emotie jengelen, zoals een peuter dat kan doen of een kleuter dat kan doen op het moment dat jij als vader of moeder langdurig aan de telefoon bent. Dan gaat die kleuter jengelen, die wil jouw aandacht. En dat doet een emotie ook. Emotie wil jouw aandacht, wil verwerkt worden, wil een plek krijgen. En ik wil je daar graag in ondersteunen. Dus als je daar behoefte aan hebt, dan voel je welkom om te kijken op de website van het Zelfkennislab. Of voor bedrijven en organisaties, teamkennis.nl. Ik wens je een ontspannen dag toe, waarin je tijd en ruimte voor jezelf kan maken. Heb het mooi.